die meneer een 10. Fijn, dank u wel, mijn hartelijke dank. En nou zou ik je wat bewijzen. Als ik nu een derde bieder krijg, gaat het horloge eruit. Ik heb nu een tweede bieder aan boord en ik ben tot 15 gulden gekomen. Die mekaar nu weg, meneer. Ik sta onder 5 of 10 gulden. Drie bieders, hou ik woord, gaat de klok eruit. Wat heb ik je gegeven? Een 17 cents klein band. Antimagnetisch, shopvrij, radar getest, garantie op de klem, als de klem breekt, nieuwe klem. Uurwerk niet goed, nieuwe uurwerk. En één kleur per schildering, één wit plekje, klok terugbrengen. En nu de vraag, wat kan ik meer krijgen dan 15 gulden? Wie meer dan 15 gulden? 20 gulden. Dat is het derde bod. Nou kan je elkaar wegbieden met een halve gulden gulden. Rijkstaal er 5 of 10 gulden. Je mag ook knikken met je kop. Eén knik een piek. Twee knikken 2 gulden. Twee knikken en een halve knik een riks. En verdubbel dat je door blijft knikken, kom je in een papillon-drie terecht. Hé? Wat kan ik meer krijgen dan 2 tientjes? Ik heb die armbanden verkocht voor 3 gulden. Ik heb ze nou verkocht, maar dan mag ik gerust weten voor een gulden. Maar ik heb het u eerlijk gezegd, er is geen volk wat je zo makkelijk kan besooien met een in Amsterdammer. Want als u naar de HEMA gaat, zien ze staan, die servetringen. 6 voor 2 kwartjes en die verkoop ik jullie nou voor 3 gulden. Wie was dat? Kijk eens op naar. Hallo. Een geeltje, 25 gulden. Goed, hè? 3 uurtjes. 5. Nou,
Au. Zee, jongen, wat is dat voor een ding? Galle. Is dat een galle? En wie moet daarin hangen? Wie is dat jij? Ikke? Ja! En wie is ikke? De baasje! Oh, Jan. Oh, dat ben ik, Jaap. Moet ik daarin hangen?